Good evening. Goedenavond. Tonight we want to talk about taking these two little. Vanavond willen we het hebben over deze twee. And using them. Stukjes gereedschap en om te gebruiken. To reverse diseases. Om ziektes om te draaien. Isn't that awesome? Een omkering teweeg te brengen. Is dat yes. niet geweldig? Praise God. Well, ja, let's look at that tonight. Reversing diseases with this knife and a fork. And I'm going to keep this in my hands because I don't want you to forget. En ik zal deze mes en vork vanavond in mijn handen houden, want ik wil dat u het niet vergeet. We want to acknowledge first who has made this body. En we willen eerst erkennen wie dit lichaam gemaakt heeft. Because when we look at the diet that we need to be on, we need to acknowledge who made it. In order. Yes. Just in order to know the diet that we on, we need to acknowledge ja. Who made the body. Voordat we weten en leren wat voor dieet we op wat voor dieet we moeten zitten, moeten we ook erkennen wie dit lichaam gemaakt heeft. This text also gives us an understanding. En deze tekst geeft ons ook inzicht. That we didn't come from just some mud or some ape. Dat we niet van modder of van een aap komen. So we want to look at this and acknowledge him. En we willen hier naar kijken om hem te erkennen. And we want to go to the manual. En we willen naar de gebruiksaanwijzing. We've been talking about this book all week long. En de hele week, al deze avonden hebben we het over dit boek gehad. There is a text here in 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Er staat daar een tekst uit 1 Korinthe 10, vers 31. And it states. En daar staat. That whatsoever you eat. Wat je ook eet. Whatever you drink. Of drinkt. Whatever you do. Wat je ook doet. You do it to the glory of your friends. Doet het ter ere van uw vrienden. Are you sure? Doet het ter ere van uw vrienden, toch? Maybe for my family. Of doet het ter ere van uw familie? Okay, it is to give glory to God. Nee, het is ter ere Amen. Van God. And we do that because we are his property. En dat doen we omdat we zijn eigendom zijn. We've been talking about these eight doctors. We hebben het ook over deze acht doktoren gehad. We talked about stress. We hebben het over stress gehad. We talked about air. Over lucht. We talked about exercise. Over beweging. We've talked about sunshine. En ook zonlicht. We've talked about proper rest. We hebben het over juiste rust We've gehad. We've talked about lots of water. En over heel veel water. We've talked about always temperate. En we hebben het ook over matigheid gehad. And tonight we go. En vanavond gaan we het. To the end of the plan. Gaan we aan het einde de laatste dokter bekijken. So we will be able to know a lot about this doctor. Zodat we heel veel van deze dokter te weten komen. In the owner's manual. In de gebruiksaanwijzing. I want to just refer to a scripture again there in Proverbs chapter 4. Wil ik naar Spreuken hoofdstuk 4 gaan, daar wil ik naar refereren. Now the reason I am using this particular scripture. En de reden waarom ik dit aanhaal. My husband talked about these blood type diet. Mijn man heeft het net over een bloedgroep dieet gehad. But you have a lot of other diets. Maar er zijn zoveel verschillende diëten. You got the Beverly Hills diet. We hebben de Beverly Hills diet. You got the thin diet. Thin? You ever heard of the thin diet? Thin diet? Thin nee. diet. We hebben hier Sonja Bakker. Mm-hmm. Anyway, they got all these different diets. Allemaal soorten diëten zijn er. But there's a lot of wisdom going around. Maar is dus heel veel wetenschap gaat er rond. But we need wisdom from the designer. Maar we hebben kennis en wetenschap van de ontwerper nodig. And then when we get that wisdom, we will have an understanding how to do things. En zodra we die wijsheid hebben, dat inzicht hebben, dan weten we ook hoe we toe kunnen passen. So we get wisdom. Dus wijsheid. We get understanding. Daarmee krijgen we ook verstand. And we want that so that we can reverse these diseases with this knife and fork. Zodat we dus ook die ziektes kunnen omdraaien, omkeren met een vork en een mes. Because if we don't get that wisdom. Want als we dat niet doen. And if we don't get that understanding. En dat niet begrijpen. We're gonna dig our graves with this knife and fork. Dan zullen we ons graf graven met deze mes en vork. Is that right?
Of niet? Yes. Jazeker. So we're here tonight. Wij zijn hier vanavond. And we've been here all week long. En de hele week zijn we hier geweest. And we want to help to postpone our funerals. En wij willen onze begrafenis uitstellen. Because if we use this knife and fork the right way. Want als we deze mes en vork op de juiste manier gebruiken. Then, as the scriptures say, why should we die before our time? Dan staat er, zoals de tekst het aangeeft, waarom zullen we dan voor ons tijd sterven? So we want to encourage you. Dus we willen u aanmoedigen. We've been talking about good health. We hebben het over gezondheid gehad. Equals good blood. Een goede gezondheid geeft ook goed bloed. And with that, in order to have good blood, we must have good nutrition. En om goed bloed te krijgen, hebben we ook goede voeding nodig. We talked about these cells. We Now, het over who cellen remember gehad? What the five needs are? Wat zijn off. De vijf behoeften van de cel? Who remember what the five Wie needs? Herinnert zich dat? Wat heeft het lichaam we need water? Nodig? Water. Oxygen. Lucht. Exercise. No exercise, not yet. Geen beweging, nog niet. Nutrition, they said. Nutrients? Ja, voedingsstoffen. Two more. Nog twee. No, not rest. Get rid of the toxins. Toxins? Get rid of the toxins. And one other one. Uitscheiden van afval. En nog één andere, die hebben we net gehad. What did he say? No, he's saying exactly the same. He's okay, all right. One other one. Nog eentje. And this knife and fork's gonna help that. En deze mes en vork gaan daarvoor helpen. You remember? Nutrition, they already told us. No, okay, let's look at it. Water. It says oxygen. Lucht. Water. Water. Nutrients. Voedingsstoffen. Waste elimination. En het verwijderen van afvalstoffen. And freedom from poison. En ook vrij zijn van gifstoffen. Now, depending upon what kind of diet you are on, it will determine afhankelijk van welk dieet u volgt, whether you get all of these new things in one. Dat bepaalt of u al deze dingen in één keer krijgt. There are two different kinds of diets today. Er zijn twee verschillende soorten diëten vandaag. There's one that we call SAD. Er is één dieet dat noemen we SAD, the sad diet. The sad diet. And that diet is killing a lot of people. En dat dieet doodt heel veel mensen. Because they're digging their graves with their knife and fork. Ze graven hun eigen graf met dit mes en dit vork, deze vork. But there's another diet. Maar er is nog een dieet. Called GLAD. En dat noemen ze het blijde dieet. And that diet has all of these items in it. En dat dieet heeft al deze vijf punten in zich. It has oxygen to feed the cells. Om de cellen te voeden. It has enough water to nourish the body. En genoeg water om het lichaam daarmee te bevochtigen. The kinds of choices will feed the cells the nutrients they need. En ook de juiste voedingsstoffen om de cellen de juiste brandstoffen te geven. And when I say waste elimination, en wanneer ik het heb over afvalstoffen verwijderen, that means those cells need to be kept clean. Dat betekent dat onze cellen schoongehouden moeten worden. So the diet that we need will have enough fiber to keep our cells clean. En het dieet wat we volgen moet voldoende vezels bevatten, zodat we de cellen schoon kunnen houden. So it's a natural broom. Het is dus een soort natuurlijke borstel. We use the broom to go through and clean our house. We gebruiken een bezem of een borstel om ons huis schoon te vegen. So we need food that's going to go through and keep our house clean. En het voedsel wat we dus tot ons nemen moet ook ervoor zorgen dat ons huis ook schoon blijft. And then the choices we make en will de keuzes be free die we maken, from poisons. Die zorgen ervoor dat we ook vrij blijven van gifstoffen. So good health starts at a cellular level. Dus een goede gezondheid begint op het celniveau. Now let's look at how the designer designed this body. Laten we kijken hoe de ontwerper dit lichaam ontworpen heeft. And then that will help us in determining what we need to put in this knife and fork. Zodat we kunnen begrijpen wat we met dit mes en vork moeten pakken. In the designer's manual. In de gebruiksaanwijzing. In
Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2 vers 7. God took man from the dust of the ground. Heeft God de mens gevormd van het stof der aarde. And he formed this house that we to live in. En hij heeft dit lichaam, dit huis geformeerd. So as he formed this house, terwijl hij dus ons geformeerd heeft, he was mindful of what it was made, he made it out of. Wist hij heel goed waarvan hij het maakte en hoe hij het moest maken. So when we look at the dust, als we dus naar het stof kijken, there are elements that are in the dust. Zitten daar wat elementen in, wat stoffen. Calcium. Zoals calcium. Phosphorus. Magnesium. Magnesium. Zink. Zink. Iron. IJzer. All of those are in the dust. En al deze stoffen vinden we terug in grond. So the designer knew that we needed to be sustained by the elements that he made us of. Dus de ontwerper wist dat we dus door die stoffen ook moesten dat we daardoor onderhouden moesten worden. Om die stoffen moeten we tot ons nemen. So he gave us a dietary plan. Hij gaf ons dus een dieet. That will absorb those elements up in through to the food. Die ervoor zouden zorgen dat wij die stoffen, al deze stoffen die we hier zien, uit de aarde tot ons konden nemen. And the elements are absorbed through the root system. En door de wortelstelsel van de planten. And then they are in the food. Komen ze in het voedsel, in het fruit in dit geval. So when we eat that food. Dat als we dat dan eten, then we have the elements that we're made out of. Zitten de elementen erin waaruit wij gemaakt zijn. But that is only if we're choosing the glad diet instead of the sad diet. Maar dat is alleen als we het blijde dieet volgen in plaats van het sombere of de sad diet. So when you see anything in your hand, dus als u iets in uw hand neemt, when you put it into your mouth, en u het opeet, through a wonderful process of digestion, is er door het geweldige systeem van vertering, this becomes blood. Wordt deze appel bloed. That will nourish every cell, every tissue, every organ in your body. En dat zal elk weefsel, elke cel, elk orgaan voeden. So you hear, you are what you eat. Dus u bent wat u eet. You are what you eat. U bent zeker wat u eet. And you need to eat the things that's going to reverse what? That's what you do. It sure is. Forward. Onward. Okay. Now, that's where we are. So we are going to eat those things that will provide those elements that we're made of. Dus we zullen die dingen tot ons moeten nemen die ook die elementen, die stoffen ons zullen geven. Scientists has proven. Wetenschappers hebben bewezen. That the body. The body. Ja, dat het lichaam. And foods that we eat. En de voedsel dat we eten. Are made of the same elements. Gemaakt zijn van dezelfde mineralen of dezelfde stoffen. Now here they put a ear of corn. En daar hebben ze een maïskolf. And in this corn you have water. Look how much water is in there. In de maïskolf zit behoorlijk percentage water. Now remember that was one of the needs of the cells, right? Want water, dat hebben de cellen nodig, toch? Then you see that it has carbohydrates. Dan zien we koolhydraten. Look at how much carbohydrates are in the body. En kijk hoeveel koolhydraten er in het lichaam zitten. Look how much water is in the body. Hoeveel water. And then it has protein. Dan zitten er proteïnen in. It has fat. Vet. Minerals. Mineralen. And vitamins. En vitamine. So when we eat those elements from the food items. Als we dus deze mineralen dus eten, deze elementen uit het voedsel tot ons nemen, will be sustained. Zal ons lichaam onderhouden worden daardoor. Wonderful process, isn't it? Dat is geweldig, of niet? You know, you never really think about it if we don't look at it from this perspective. Normaal gesproken denkt u daar niet over na als we dat niet zo op een plaatje neerzetten. We usually just choose food because I like it. Normaal kiezen we ons voedsel vanwege dat we het lekker vinden. Or my parents used to eat it. Of omdat mijn ouders het nou eenmaal aten. Or culture. Of het cultuurgebonden. But we want to choose foods based on what our body needs. Maar wij willen voedsel eten naarmate ons lichaam het nodig heeft. Now in the beginning,
There was a dietary plan, and we're going to look at what it was, the original plan. In het begin was er een origineel dieet. That was given to man. Die aan de mens gegeven was. Now there we would see in this came from Genesis chapter 1:29. En in Genesis 1 vers 29 staat dit. It gives man's dietary plan, which was actually fruits, nuts and grains. Dat is fruit, noten en granen. Dat is het eerste dieet wat de mens at. Then after man disobeyed and ate what he wanted to eat. Maar nadat de mens gegeten had wat hij wilde eten na zijn ongehoorzaamheid. And so he became diseased. Kreeg hij ziektes. Right? Toch? He became diseased. So, God put in his diet another item that will help to... En op dat moment deed God een ander element in ons dieet voorkomen. Cause some healing for him. Wat ervoor zorgt dat wij dus weer gezond konden worden. So then we had the green herbs of the field. Toen kwamen de groene gewassen van het veld. To help him. Om ons te helpen. You know, there was a king... Who lost his mind? Weet u dat er een koning was die zijn verstand verloren was? And he became a beast. En hij werd een dier. And he was sent out into the woods or into the field. En hij werd weggezonden en hij was daar in de weilanden en in de bossen, daar leefde hij. And he had to eat grass for so many years. En hij moest voor jaren gras eten. And you know what? Maar weet u? That grass brought him back to his senses. Dat gras heeft hem Didn't weer it? Terug bij zijn positieve gebracht. Yes. Ja, zeker. So the grass in the grass is chlorophyll. En er zit het stof in de gras is chlorofiel. It's very healing. Het is heel heilzaam. Actually, it's close to our red blood cells. En het is heel dicht gerelateerd aan onze rode bloedcellen. So it's high in vitamins. Er zitten veel vitamine in. Minerals. Mineralen. And also enzymes. En ook enzymen. So we need that. Die hebben we allemaal nodig. Then after the flood, after everything was destroyed. En na de vloed, na de grote vloed, nadat alles vernietigd was. Then man had another item added to his diet. Werd er nog iets toegevoegd. And these were animal foods. En dat was dierlijk voedsel. And there is a Bible text again that says in 2 Kings chapter 4 verse 40. Daar is weer een Bijbeltekst in 2 Koningen 4 vers 40. Here is another problem. They were eating those things that caused some problems. En hier was weer een probleem. Mm-hmm. Komt hiervoor, want mensen waren dingen aan het eten die problemen veroorzaakten. They were eating wild gourds. You know what wild gourds are? No. They look like squash. And sometimes the birds come and land in them. You can put them in your yard and the birds will come and live in them. Never seen those? No. Okay. All right. They look like squash. Okay. He can't translate because he don't know what it is. Ik weet niet wat wild... Wild gourds is what the... Ja, kwartels? Nee. It's a... Yeah, it looks... The birds? No, it's a plant. It's a plant. It's a plant. And it... Are you familiar with squash? You know how squash is round and it has a little hook. Okay, er wordt hier gezegd tegen mij, het lijkt een beetje op een soort courgette. Anyway, they were eating those and they are not good to eat. En het is een soort plant wat niet goed is om te eten. Ja, is jammer dat ik het niet kan vertalen. So the scripture said there was death in the pot. En zegt de Bijbel dat er dood in de pot zat. And they couldn't eat. En ze konden het niet eten. So they were digging their graves. Dus ze groeven hun eigen graf. Met een mes en vork. So death can be 3/5 what we are eating. En dood komt dus ongeveer een 3/5 deel van wat we eten. So if we take off the D and we take off the H, we have eat. En in het Engels, als we de D en de H weghalen, hebben we eten. Mm-hmm. So we are having diseases. Diet plays a major or vital role in our support for our health. En dieet, voeding, ons voedingspatroon, dat speelt een hele grote rol voor onze gezondheid. That we are suffering today with a lot of what we call chronic diseases. En vandaag de dag hebben we heel veel chronische aandoeningen. Chronic illnesses today. But their statement said that if we would change
our eating habits, we could overcome these kinds of conditions. Maar het zegt hier dat als wij onze eetgewoonten zouden kunnen veranderen, dan zouden we ook deze ziektes kunnen terugdraaien. Now, when we go to the World Health Organization, als we naar de Wereldgezondheidsorganisatie gaan, it stated that as many chronic diseases are closely linked to lifestyle. Er zijn heel veel chronische ziektes die zijn gerelateerd door levensstijl. Now we've been talking about those 8 doctors, which is actually a lifestyle. En we hebben het over die 8 doktoren gehad, wat eigenlijk een levensstijl is. Now we can overcome, it says 80% of the heart conditions here. Er staat dat we 80% van de hartkwalen, dat and we die kunnen cancer. 40% cancer. Die kunnen voorkomen. En 40% van de kanker. And it says that we could eliminate these if we would change our lifestyle. En ze schrijven dat we dat kunnen veranderen als we ons levensstijl maar veranderen. Actually, these are what we call lifestyle conditions. Dus ons levensstijl moeten veranderen, de condities waarin we dus other health risks, tobacco, alcohol. Andere risicofactoren zijn tabak, alcohol. And you know, I'm finding that low fruits and vegetable intake can also be linked to cancer. En ook als we weinig fruit en groenten tot ons nemen, dat wordt ook gelinkt aan kanker. And physical activity. En natuurlijk ook lichamelijke beweging. Enough. But you know what? I don't find that that is an issue or a problem here. En maar weet u, dat te weinig beweging, dat vind ik niet echt een groot probleem wat hier because onder ons speelt. Everywhere we've gone, want overal waar we hier geweest zijn, people are either bicycling, zijn mensen aan het fietsen hier, or they're walking. Of ze zijn aan het lopen. So you should be the healthiest people dus in eigenlijk the nation. Zou u de meest gezonde mensen hier op aarde moeten right? wezen. It should be. But that's okay, we're going to help that along. Because when we look at the world, around the world, not only here in the Netherlands, but when we go around the world, als we rondom ons heen kijken in de wereld, niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld, basically people are eating the same food items. Eten de mensen ongeveer hetzelfde. And so we're suffering with heart disease. Dus hebben we is worldwide. Hartproblemen. Dat is wereldwijd een probleem. Cancer. Kanker. And strokes. Of hersenbloedingen. And diabetes. Maar ook diabetes. So if we think about that, we should look at the food choices we're making and see how that contributes. Als we daarover nadenken, dan moeten we kijken hoe onze keuze is met het bepalen van wat voor voedsel we tot ons nemen. So the number one killer here is heart disease. Hier in number Nederland two is cancer. Hartklachten is doodsoorzaak nummer 1 en kanker staat op nummer 2. Also they indicate that smoking and suicide with the children. You know what suicide yeah, is? Yeah. But smoking? No, smoking is a health risk also. Yes. Here. En natuurlijk is roken ook een risicofactor voor de gezondheid. Maar ze had het ook over zelfmoord. Maar so disease never comes without a cause. Dus een ziekte komt nooit zonder oorzaak. So we want to look at how to reverse these diseases. Dus willen we gaan kijken hoe we deze ziektes kunnen omdraaien. We don't want to be a victim. So what are we eating? We willen geen slachtoffer worden. Wat eten wij? Sad, the world is eat on a sad diet. De meeste mensen eten dus bedroevende dieet. This is a Western diet. Een westers dieet. Which is high protein. Dat is typerend door hoog proteïnegehalte. High fat. Veel vet. Lots of sugar. Heel veel suiker. Low to no fiber. En weinig tot geen vezels. And when we partake of this is a contributing factor. En als dit factor. Ons voedingspatroon is, dan is dat het droevige dieet. So when we look at this diet consists of dead and refined products. En hier zitten dus heel veel geraffineerde en dood voedsel, noemen ze het. So let's look at high fat. High fat. Laten we kijken naar vetgehalte. Lots veel vet. Of butter. Cheese. Boter, kaas. Burgers. En burgertjes. Lots of other meat products. En veel vleesproducten. High fat, contributing factor to cancer and heart disease. En heel veel vetinname, dat draagt bij aan kanker en aan hartkwalen. High protein. Te veel proteïneinname. That's lots of animal protein.
heel veel dierlijke proteïne, zoals turkey, pork, zoals kip en varkens. What about kalkoen en vis. Turkey, chicken, pork, all of those. Yeah. Now, what about in what we call our no fiber, lots of sugar, lots of refined starches and bread. Weinig vezels en heel veel suiker, zoals in brood, cakejes. Cakejes. So the Western diet is very high in protein. If you look at this, het Westerse dieet, daar zit heel veel proteïne in. Als we hier naar kijken, on three meals a day, the drie maaltijden een dag, could be getting 185 grams of protein. Daar zitten ongeveer 185 gram proteïne in. That's quite a bit of protein. Dat zijn heel veel proteïne. Now, most of the time people will say, well, I have to eat animal products in order to get protein. Veel mensen die zeggen, ja, ik heb heel veel dierlijk voedsel nodig om aan mijn proteïne te komen. But that's not true. Maar dat is niet zo. Because the designer, want de ontwerper, if we look at these grains here, als we kijken hier naar deze granen die hier zijn, it has protein, zitten proteïne in, and it has carbohydrates, ook koolhydraten, it has fat, zit vet in, all in here, allemaal in dat product. So you don't have to eat animal products to get protein. Je hoeft dus geen dierlijke producten te eten om je proteïne binnen te krijgen. And actually, the animals eat the plants to make the protein. En de dieren die eten ook de planten zodat het omgezet worden. So when you eat the animal, you're getting it second hand. Dus eigenlijk als wij een dier eten, dan krijgen we tweedehands voedsel. So we'll have to do like that king did, go grazing. Dus zouden we eigenlijk net zoals als die koning moeten doen, moeten we gaan grazen. And we can eliminate that. En dan kunnen we dat allemaal right? achter ons laten. Look at a plant-based diet. Als we kijken naar een plantengebaseerd dieet. On a plant-based diet, eliminating the animal protein. En dus de dierlijke proteïne weglaten. It drops from 185 grams to 70 grams. Dan gaat het van 185 naar 70 gram proteïne. Which is very good. Wat heel goed is. No problem. We find when we are on high protein, it affects our kidneys. Als we te veel proteïne binnenkrijgen, dan zijn onze nieren. To heart disease. Die krijgen er van langs. It contributes to arthritis. Arthritis. Cancer. Kanker. It decreases your energy level. En onze energie zal ook verminderen. Now, some people say, well, oh, I have to have the protein so I can get the energy. Veel mensen zeggen, ja, ik heb dus die proteïne nodig zodat ik heel veel energie heb. We talked about that this morning. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Energy comes from carbohydrates and fats. Want energie komt van koolhydraten en van vetten. When we look at these grains here, wanneer we naar deze granen kijken, and when they are whole grains, als het hele granen zijn, high in fiber, veel vezels, this is where your energy comes daar from. Komt onze energie vandaan. And then it is more sustaining. En het is dus duurzamer. Sustaining. Ondersteunend, ja. So what I mean by that, it helps to keep your blood sugar from going up and down. En het zorgt er dus voor dat onze bloedsuikerspiegel niet helemaal op en neer gaat. Because a diabetic, want een diabetes patiënt, usually eat 5 to 7 meals a day. Eet 5 tot 7 maaltijden per dag normaal gesproken. Because when they eat, there's no fiber in that food. Want als ze eten, zit daar te weinig vezels in. So in 2 hours they have to eat again. Dus binnen 2 uur moeten ze alweer why? Gaan eten. To bring the sugar level up zodat again. Het suikerniveau weer omhoog gaat. And then 2 hours later. En dan weer 2 uur later. Soup is down, so they gotta eat again. Naar beneden hebben ze weer voedsel nodig. Whereas if you have whole grain with the fiber, maar als we volkoren hele granen eten, it pumps that met veel vezels, sugar into the body, dat zorgt ervoor dat het suiker in het lichaam komt. When you need it, op het moment dat we het nodig hebben. And you don't have to have a diabetic swing. En dan hoeven we dus niet zo'n zo'n schommeling te hebben in onze suikerspiegel. And you can go longer without the food. En we kunnen dus dan ook langer zonder te eten. Instead of 2 hours, in plaats van elke 2 uur te eten, you can go 4 to 5 hours. Kunnen we 4 tot 5 uur uithouden. Isn't that awesome? Is dat niet geweldig? Just with a little fiber. Met alleen maar een beetje vezels toe te voegen. That can help to eliminate, reverse the disease. En daarmee kunnen we dus deze ziekte omdraaien. Lovely. Now,
How many of you are familiar with an outhouse or an outside toilet? Hoeveel van u kent nog een buitentoilet? Well, flies like to live in the toilet. Frogs eat the flies that live in the toilet. Snakes eat the frog that eat the fly that lives in the toilet. Okay. Kent, come on now. Yeah, come on, you got to move. Vliegen houden van om in zo'n toilet te gaan. En kikkers die houden van om dat te eten. Kikkers die worden door slangen gegeten. En vervolgens krijgen we een varken. Aha. Uh-huh. So then the pig eats the snake that eats the frog that eats that fat fly in the toilet. Dus uiteindelijk eet dat varken, eet die vlieg dus ook op. Die slang, maar... So people eat the pig that eat the snake that eat the frog that eats the fly that lives in the toilet. Yeah. Yes. I need a little water then. You need a little water? Okay, you gotta move now. Yeah. No. All right. No, I'm that slow tonight. Okay, we're not to touch this. Dus dan moeten we niet aanraken. Your doctor will tell you that pork is a contributing factor to high blood pressure. Want uw dokter zal vertellen dat varkensvlees eraan bijdraagt dat u een hoge bloeddruk zal krijgen. It is not what we would call clean meat. Het is geen schoon of goed rein voedsel. When God gave the permission for the people to eat animal foods. Toen God de mens toestemming gaf om vlees te eten. He gave them the kinds of meat that were clean for them to eat. Gaf hij rein vlees. And you can read about it. I think it's in Genesis chapter 7, I believe it is. Je kunt het ergens in Genesis 7 lezen. So pork or pig is a scavenger. Dus varkensvlees is een varken is een aaseter. And scavengers eat anything. En aaseters eten alles. Now remember, if you eat that pig, maar als u dus dat varken eet, it's not going to have the elements that zitten this daar has. Niet die elementen in die de appel wel heeft. Then that pork is going to be a contributing factor to disease. Dus dat varken zorgt er dus voor dat we een ziekte kunnen krijgen. And I don't know anybody that gets disease from eating maar an ik apple. Ken niemand die ziek wordt van een appel. So, healthier choices from what we have available. En we hebben dus gezondere keuzes. What about chicken? Chicken is a carrier of your leukemia virus. Een kip bevat het leukemievirus. When people come to our center that have leukemia, als mensen bij ons komen in ons centrum die leukemie hebben, we check their diet and they. Dan kijken we naar hun voedingspatroon. They've been eating a lot of chicken and eggs. En eten ze heel veel kip. En eieren. Now these are not what you would call. We hear the term organic chickens. En, you hear the term organic. En dat zijn dan geen biologische kippen. Yeah, but chickens are a carrier, no matter what they eat. Turkey. En hoe zit het dan met kalkoen? Turkey is the more cleaner meat. Kalkoen is al reiner voedsel. Uh-huh. And schone. So you want to eat the it's the whiter. It's white or dark. But anyway, it's better than chicken. Het kalkoen is al beter als kip. Now, when the permission was given to eat these animal products, toen de toestemming gegeven werd om deze dieren te eten, there were two restrictions with waren er twee uitzonderingen, twee restricties. There were actually no vegetation when he gave it. There was no vegetation. So I'm going to get to the restriction. But they didn't have any vegetation. And that's why they were able to eat it. Toen de tijd, dus na die vloed, was er nog geen gras en nog helemaal geen vegetatie om te eten. And the life of the flesh is in the blood. En het leven van het vlees zit in het bloed. And so this was going to shorten their lives. En dat zou hun leven aanzienlijk verkorten. Now here's the restrictions that was given with them eating the animal products. En hier komen dus de restricties. There was to be no blood. In het vlees mocht geen bloed aanwezig there zijn. There was to be no fat. Geen vet. They were to eat it within 3 days from the time they killed it. En vanaf het moment van de slacht moest het binnen 3 dagen gegeten worden. And they were to eat only those that were clean. En je mocht alleen rein vlees eten. Now, when you think of blood, blood gives. Als we denken aan bloed. Flavor. Dan bloed geeft een smaak. Fat gives satisfaction. En vet geeft de verzadiging. And in 3 days,
bacteria would build up, and so they were to eat it before bacteria. En na drie dagen gaan de bacteriën zo erg ver groeien, dus daarom dat het voor die drie dagen over waren, het vlees gegeten moest worden. So if you're going to eat it, it's best to eat it the way it was intended to be eaten. Dus als we het dan eten, dan is het het beste te eten zoals het bedoeld is. And I would recommend if you're having animal products in your diet. En ik zou aanbevelen dat als u vlees eet, eat more fresh fruits and vegetables. Eet veel meer verse groentes en fruit. And instead of having it three times a day, en in plaats van drie keer per dag te eten, then limit it to maybe one, then once a week, until you can find your way off of it. Dus om vlees te eten, dat doet het dan misschien één keer per dag of één keer per week, mm-hmm. Zodat u uiteindelijk helemaal vleesloos kunt eten. And I believe that the diseases that we're suffering with is as a result of the animal products in the diet. En vele ziektes waaraan we lijden zijn het resultaat van het vlees dat we eten. Now I'm going to skip some of this because I want to get to some information here that is vital for you. I want to do a meal plan for you because we cannot leave without having a solution to the problem. En right? We hebben nu het probleem geschetst en we willen u niet laten gaan zonder een oplossing van het probleem. The best diet for now, what I believe, and this is my own personal belief, but I'm going to document it. Dit is wat ik geloof, het beste dieet wat er op dit moment verkrijgbaar is. There are 3,000 medical doctors that have made a statement here that if we would center our meal around plant food, we can lower our risk for diseases. Ja, vele doktoren die hebben gezegd dat als we ons dieet kunnen concentreren op plantenvoedsel, dan zou dat helpen. Dan zullen we minder risico hebben op ziektes te krijgen. These are the Physicians Committee for Responsible Medicine. En dit zijn artsen die verantwoordelijk zijn voor medicijnen. And you can go on their website. It's called pcrm.org. En je kunt die website opzoeken, pcrm.org. And I would encourage you, go there and look at the documentation. En kijk maar wat ze daar zelf zeggen. What they say about the different conditions that we're suffering with. Now here's more of their statement. They said, en ze zeggen onder andere, if we would cut out meat, als zouden we vlees weglaten, dairy products, of zuivelproducten, altogether, als we dat samen weglaten, we'll lower the risk of many of the diseases we're suffering with today. Zou de kans op ziektes die we vandaag de dag veel zien, zal veel minder zijn. So we can get all of the nutrients that we need through a plant-based diet. Dus alle voedingsstoffen, alle mineralen die we nodig hebben, kunnen we door een plantengebaseerd dieet binnenkrijgen. Many health organizations is actually urging people to go to more of a plant-based diet. En veel meer gezondheidsorganisaties sporen mensen erop aan om een plantengebaseerd dieet te volgen. And with a well-planned plant-based diet, you can be able plannen, dan zijn we in staat to get all the fiber you need. Om alle vezels te krijgen die we nodig you hebben. You won't have to worry about cholesterol. We hoeven helemaal zeker geen zorgen te maken over cholesterol. And you won't have to worry about a lot of saturated fat in en the diet. En ook niet over verzadigde vetten in ons dieet. Hoef ook niet zorgen om te maken. So we need a transition. Dus we moeten veranderen. Now, let me show you how to do a transition here. Laten we eens kijken hoe we dat doen. If you're wanting to make a transition from all animal products, the first thing you als want to do willen veranderen is van dierlijk voedsel, replace the animal protein moeten with we de dierlijke proteïne vervangen grains, met granen, beans, peas, bonen, beans, yeah, peas, erwten. And very little nuts. En weinig noten. Dus heel weinig noten. Because remember all of your grains, all of these grains over here. Want al deze granen hier. Has protein in it. Zitten proteïne in. Fats, fibers. Vet, vezels. Nutrients. En voedingsstof. Isn't that excellent? Geweldig, toch? If you want to replace the eggs in the diet, als we de eieren in ons dieet willen vervangen, you can use tofu. Kunnen we tofu gebruiken?
And there's also a product, linseed. I don't know how. Lijnzaad. Ja. How do you pronounce it? Lijnzaad. Linseed. Flexseed. Yes. You take some hot water. Als we wat heet water nemen. Put a tablespoon of this in the hot water. En daar een eetlepel. And strain it. You know what straining is? Teaspoon. Mm-hmm. Or tablespoon. Just table would be better, because yeah. You're getting more. Yeah. Yes. Dus we nemen een eetlepel, dat doen we in het hete water. And then you strain it. En dan doen we de hete water erin en dan zeven we het. And when you strain it, then you add that to your flour, if you're making bread of some sort, and it'll do the same thing as an egg. En we voegen dit dan toe aan de deeg die we hebben voor broodbakken bijvoorbeeld. Excellent. En dat is geweldig. Yeah. And you know, I want to encourage you to have at least a couple of tablespoons of this every day with your en meal. En ik moedig u aan om minstens een paar eetlepels van die lijnzaad per dag te eten. But grind it up so they don't get stuck in the pockets of the colon. Maar we moeten het wel goed kauwen of misschien vermalen. Now this comes gold and brown. Je hebt bruine lijnzaad en je hebt wat goudkleurige lijnzaad. The gold one's supposed to have some omega 3 and 6. En de goudkleurige heeft omega 3 en 6 vetten bij zich. And this is just more fiber. En de bruine heeft veel meer vezels. So have those in your meal every single day. Dus als we dat elke dag toevoegen, dat is goed. Now there's also a product called tofu, which is actually made from soy milk. En we hebben ook tofu, dat is eigenlijk van soja gemaakt. Yeah. Now I don't usually use it inside of bread. I use it. Ik gebruik tofu nooit in brood. Yeah. It has no flavor, so want you have to add something aan. To it to je give it a flavor. Je moet eigenlijk wat aan toevoegen zodat het een smaak krijgt. It's not one of those salt-free products. You know, salt-free products that you fix it with no salt. Okay. Yeah, you have to have salt with tofu. Ja, want met tofu moet je zout hebben om dat te maken. Dus het is niet voor een zoutarm dieet. And you have different kinds. You got a soft tofu. You maar have. Maar we hebben zachte tofu. You have a firm one. En stevige tofu. And the firm one we crumble up and make it look like scrambled eggs. Ja, en dan de stevige tofu, dat kneden we als het ware. En dan krijg je scrambled eggs, de gekruimelde ei, als het ware. Now, tofu is a concentrated protein. Very concentrated. Tofu zit heel veel proteïne in. It's not something you want to have in your diet every single day. Dat wil je niet elke dag eten. Maybe two times a week. Misschien twee keer per week. Because you can get too much plant protein. Want je kunt wel te veel plantenproteïne krijgen. And have problems just like you would have in the flesh. En net zoveel problemen krijgen als dat je dierlijke proteïne, te veel dierlijke proteïne binnen zou krijgen. Making cheese. You can do cheese with nuts and grains. En kaas kunnen we vervangen met noten en granen. When people come to our center that have a problem. Als mensen bij ons komen. We take grains like the millet and make a cheese with it. Nemen we millet, dat is een graan, en daar maken we een soort kaas van. Gierst, sorry. Yes, cheese. You want some water? No. No, but I translated it all okay. Right. Cheese? Yes. Then bread, whole grain breads. You want to have all your breads whole grain. En dan willen we dat het brood ook van volkoren granen zijn. But my husband mentioned the other day, do not eat a whole loaf of bread a day. Maar mijn man heeft het ook al een paar avonden geleden gezegd. In an average loaf. Eet niet een half brood. An average loaf, there is 18 slices in an average loaf of bread. In een normaal brood zit ongeveer 18 sneetjes brood. And if you're eating 6 to 8 slices a day. En als we 6 tot 8 sneetjes per dag eten. That's a half a loaf. Dat is een half brood. Now, what does that do for you? Maar wat doet dat tot ons? It creates an acid environment in your body. Dat maakt een zure omgeving in ons lichaam. Making you more susceptible to the diseases. Zodat we meer ontvankelijk zijn voor ziektes. Very acidic. Heel zuur. Lot of mucus. En slijmvormend. And so then the more mucus. Dus hoe meer slijmvorming we hebben. The heavier the bowels will be. Hoe zwaarder ook de
de stoelgang zal zijn. Yes. Ja. Heavier. Heavier it is. It doesn't. It doesn't float like it's supposed to. So then it sinkers, and you. It's going to sink you. Ja, dus uiteindelijk zullen we daarmee verstoppen. Yes. Yeah. So we want to watch that. Milk, you can do grains, beans, and also nut milks. En met melk kunnen we dus granen, bonen en noten doorvervangen. I encourage that if you do use milk, do not use the same milk all the time. En als u de melk gebruikt, gebruik niet dezelfde melk. So instead of having soy every day, dus in plaats van soja, do maybe sunflower milk. Doe ook wat bloemmilk. Almond milk. Millet milk. Oh, en giestmelk, rijstmelk. Yes. Amandelmelk. Any of your grains you can all do verschillende soorten melk. So use those in your meal plan. Now let's look at what we should eat. Let's go cheese. You can replace the cheese like we just mentioned. We kunnen dus de kaas vervangen zoals we ook gehad hebben. More fresh fruits in the diet. Apples, peaches. Ja, meer fruit in ons dieet, zoals bananen, appels. Lots of raw fruits in the diet. Your fruits is where you get more of your vitamins from. We krijgen heel veel vitamines door fruit binnen. Ja. And your vegetables is where you get more of your minerals from. En de mineralen krijgen we door de groentes naar binnen. Then this, how many are familiar with leeks? I know you eat a lot of them here. Hoeveel van u kent prei? How many eat a lot of Wie leeks? Eet de prei? Very good. Heel goed. On a plant-based diet. Want als we een plantengebaseerd dieet eten. We're told that we cannot get B12 unless we eat animal products. Men zegt dat je dan een B12 tekort zou hebben tenzij je dierlijke producten tot je neemt. Well, leeks are very high in traces of the B12. Prei, daar zitten heel veel B12 sporen in. Beetroots. En rode bieten. Are very high in B12. Daar zit ook veel B12 in. Also, the beets have iron. De bieten zit ook heel veel ijzer. So include those in your meal plan. Dus dat moet je ook toevoegen in je dieet. And then, if there's a concern about it, most of the foods today that are packaged are fortified with B12. En vaak van de verpakkingsvoedsel wat we kunnen kopen, daar zit B12 in toegevoegd. So, lots of breads and cereals. This is your carbohydrates. Ja, dus veel brood. Lots of vegetables in the meal plan. Veel groentes. Fresh, these are fresh vegetables. Dus verse groentes. Fresh fruits. Verse fruit. Legumes or beans or peas in the meal plan. En veel bonen. So en then. Etten. So now, how should we eat? Maar here hoe eten is we dan? A menu plan. Dit is een menu. We're hoping that by Wednesday we will have this in a little package for you to be able to Hopen we take. Dat dit menu ook woensdag in de stencils die we gaan uitdelen staan. Now this gives a menu, a three meal plan. En dit is een plan waar drie maaltijden op een dag zitten. With your heavier meal, breakfast and lunch. En de wat zwaardere maaltijden zijn het ontbijt en de lunch. Dinner being the less amount of food. En dan 's avonds, het avondeten, wat minder zwaar eten. Now the reason for that is that because this meal should be 5 hours actually before you go to bed. En de reden waarom we dit doen is dat we eigenlijk 5 uur voordat we gaan slapen voor het laatst gegeten moeten hebben. So that you can rest well. Zodat we goed kunnen rusten. If there is protein at that meal. Want als er veel proteïne in die laatste maaltijd zitten. Restlessness. Dan zullen we rusteloos zijn. Some children have nightmares as a result of protein Sommige at that kinderen meal. Hebben nachtmerries vanwege te veel proteïne die ze 's avonds eten. The metabolism is lower in the evening. Want ons verteringsproces is 's avonds lager. It can't digest that protein well. En de proteïne wordt daardoor ook slechter verteerd. So it may stay in the stomach longer than what it's En blijft supposed dus ook to. Langer in het lichaam dan nodig of langer in de maag dan nodig. So
Get it in at breakfast when the body's metabolism is higher. Dus veel proteïne zouden we dus 's morgens in het ontbijt moeten hebben. Or at the afternoon meal. Of 's middags. Here are some tips. Have a variety at your meal. Eet gevarieerd. Do not overcook your food. En kook niet te lang. Kook het voedsel niet te lang. Steam it. Stomen is goed. Especially like some of your vegetables, like broccoli. Zoals broccoli, dat is heel goed te stomen. As opposed to putting it down in the water. Instead of putting it down in the water, in plaats van dat we het dus onderdompelen in water, moeten we het stomen. Because your water-soluble vitamins, which are C and B vitamins. Want de C en de B vitamine die zijn oplosbaar in het water. When you put it in the water, it leaches out. Als we het dan dus in het water doen, dan verdwijnt het uit het voedsel. But if you steam it, maar als we het stomen, then it stays there. Dan blijft het in de groente. Now, if it turns a bright green, that's when you want to eat it. Als het dus heel lichtgroen of felgroen wordt, dan is het goed om te eten. Dan is het klaar. And it needs to be a little crunchy. En het moet iets knapperig zijn. For chewing. Om te kauwen. The more you chew, want hoe meer we kauwen, the more satisfied you are in your meal. Hoe meer we verzadigd worden door het eten wat we eten. If everything is real soft, als alles heel zacht is, people end up wanting something after the meal. Dan willen mensen graag na de maaltijd nog iets. They're wanting to eat more and eat more. Willen ze meer en meer. So, crunchy in the meal. Dus het moet wat knapperig wezen. Food need to be tasty. Natuurlijk, voedsel moet ook smaakvol zijn. And not spicy. Maar niet sterk gekruid. So, a good breakfast. Een goed ontbijt. Light supper. Okay, dus een stevig ontbijt en een licht avondeten. So we say eat breakfast like a king. Dus eet ontbijt als een koning. Eat lunch like a prince. Lunch als een prins. Eat supper like a pauper. En eet avondeten als een zwerver. So less in the evening. Dus we moeten minder eten. But continue to have a good nutritious breakfast. Maar we moeten ervoor zorgen dat het ochtendeten veel mineralen inzitten, veel voedingsstoffen. Most of the time we revolve our meals around protein. Vaak stellen we ons dieet op rondom proteïne. But so that you can get enough fiber, you want to revolve around a carbohydrate. Maar we willen niet concentreren op proteïne, we willen concentreren op koolhydraten, zodat we voldoende vezels binnenkrijgen. Mm-hmm. So if you're going to have maybe like we would have brown rice. Als we bruine rijst hebben, then we would have a vegetable with that. De bruine rijst samen met een groente. Maybe broccoli. Misschien broccoli. Maybe cabbage, steamed cabbage. Of wat kool. And a good, nice raw salad. En een goede rauwkostsalade. Uh-huh. And that you would have everything that you need right there. En dat zal alles in zich hebben wat we nodig hebben. Without a problem. Zonder enig probleem. Here is one of those meals we showed here, brown rice, vegetables and hier is een plaatje daarvan, bruine rijst, groentes. In there. Isn't that lovely? Cashewnoten. This meal can be fixed within 1 hour. Okay. 1 hour this meal can be fixed from the cooking of the grain. Dus dit kunnen we in een uur klaarmaken van het koken van het rijst. And it's ready. En dan is het klaar. So it's an excellent meal. Lunch, same thing. Either do rice, corn or potatoes or pasta. Whole grain pasta. En voor lunch kunnen we ook precies hetzelfde eten. Mm-hmm. Als het maar hele granen zijn. So this will help to what we would call reverse the diseases that we are suffering en with. En dit zal ons helpen om ziektes om te keren. More fresh fruit. Meer verse groentes of fruit. More raw vegetables. En rauwe groentes. And lots of high carbohydrates. En heel veel koolhydraten. Whole grains. Hele granen. Will eliminate the conditions that we're suffering with. Isn't that simple? Dat zal de condities waar we onder lijden zal dat veranderen. So your animal products have no fiber. Dierlijke producten hebben geen vezels. Eggs, meat, milk, cheese. Eieren, vlees, melk, kaas. No fiber. Zit geen vezel in. Now what is fiber for? Waarvoor zijn de vezels? Clean the house. Clean the house. Om het huis te reinigen.
Remember a broom, it's a broom. Want het is als een borstel. Right? Sweep als through and keep bezem. Us clean. So high fiber helps us to go to the toilet. Dus een hoog vezelgehalte helpt ons om naar de stoelgang. So we don't have a problem there. Zodat we daar geen problemen mee hebben. Have a variety in the meal. We moeten ook gevarieerd eten. When you don't have a variety and you eat the same thing. Variatie in ons voedsel hebben, altijd maar hetzelfde eten. Over and over. Altijd maar hetzelfde, and altijd maar hetzelfde. Over and over and over and over again. Het is altijd hetzelfde. We say that when we do that, it's like we feeding our dog. We give the dog the same dat food every day. Dat is alsof we onze hond te eten geven. Elke dag geven we maar hetzelfde. So we need variety. Wij hebben variatie nodig. When you get a variety, als we gevarieerd eten, your body makes up nutrients. Dan zal ons lichaam deze mineralen that oppakken. You can't get in just one food. Die we niet zouden krijgen uit als we alleen maar één soort voedsel eten. Also, when you have wheat all the time, you build up allergies. And if we what? Wheat. If you have wheat all the time. Oké, als we de hele tijd tarwe eten, dan zullen we ook sneller allergieën vormen krijgen. Oké, select fresh food, dried, frozen, and then canned in that order. So if you dus hoe we ons voedsel moeten kiezen is als eerste prioriteit hebben we vers voedsel, daarna bevroren of gedroogd en gevriesdroogd, daarna gedroogd en daarna gevroren. En uiteindelijk zelf in potjes gedaan. En als laatste zouden we potjes uit de schappen moeten halen. Now, van de supermarkt. Organic is best. Als beste is biologisch. And then try to get non-GMO food. En dan niet gemodificeerd voedsel. Now what that means is not try not to get what they call genetically modified dus food. Dus probeer om voedsel te krijgen wat niet genetisch gemanipuleerd is. And that would be soybeans, so sojabonen, corn, mais. So you want to just be mindful of those. So dus how can we reverse diseases with a knife and a fork? Hoe kunnen we dus deze ziektes omdraaien? How can we do it? Hoe kunnen we dat doen? Change our diet. And what do we want to change it to? En waar willen we het naar veranderen? Less protein. Minder proteïne. More carbohydrates. Meer koolhydraten. Fresh, more fresh food. Meer verse groentes of meer verse fruit. What we would say a plant try to go more plant-based in your en diet. Eigenlijk zouden we willen zeggen meer plantgebaseerd dieet eten. And it will help us. En dat zal ons helpen. Is that good? Ziet dat er goed uit? Simple, isn't it? Het is toch heel eenvoudig, right? Of niet? Change our lifestyle. Als we ons levensstijl veranderen. Change the way we use our knife and fork. En onze manier waarop we de mes en vork gebruiken veranderen. And then we will be healthy. Dan zullen we and gezond happy. En gelukkig zijn. Is that right? Toch? Very good. Any questions? Zijn er nog vragen? How much water you need for the flaxseed? To make the egg, yeah. You want if you do couple of tablespoons, then you want to do at least 2 cups of water. Dus als we, want de vraag was, hoeveel water moeten we toevoegen aan lijnzaad? Now I want to share with you. Om het als eivervanger te dienen. And how much? 2 tablespoons. Dan hebben we 2 eetlepels flaxseed. To sprinkle on the food or for the egg? For two. With 2 cups of water. Met 2 kopjes water. Dus. When you cook your grains. Als we onze granen koken. It's best to do them where they are nice and what we call fluffy. En dat is het mooiste om dat te doen wanneer yeah, ze. I don't know why I use the word fluffy. They can't pronounce it. Ze moeten korrelig zijn, niet plakkerig. What do we use this morning zijn. For fluff? Oh, he said it right. Oh, okay. All right. So what that is use 2 part water.
We hebben twee delen water nodig. To one part grain. Voor één deel granen. For instance, here's what we do. We put. Dus bijvoorbeeld. To do rice, you put two cups of water. Dus twee kopjes water. Mm-hmm. And bring it to a boil. Breng dat aan de kook. And then, no, 2.5 cups. You want to do 2.5. Okay, 2.5 kopje water. Breng dat aan de kook. Uh-huh. And then you put 1 cup of rice. En dan 1 kopje rijst toevoegen. Bring it to a boil. En breng dat weer aan de kook. You can put a pinch of salt in it if you would like. En we kunnen een heel klein beetje zout toevoegen als dat, then als we dat turn willen. Turn it down, stir it. En dan roeren. Turn it down as low as it could go. En dan zetten we het zo laag mogelijk het vuur. Do not stir it again. Maar roer het dan niet weer. If you do, als we dat doen, it causes the starch to be released and it becomes sticky. Dan wordt sticky. De zetmeel als het ware vrijgegeven en dan wordt het plakkerig. Now, if you don't mind that, that's fine. Als u dat I niet like erg vindt, nou ja, dat is niet erg. Separated. Maar het is het mooiste als het mm-hmm. droog en korrelig is. And that's a rule of thumb for all of your grains. En dat is eigenlijk een vuistregel voor alle granen. Another way to cook it where it's actually quick, it will cook within about 15-20 minutes. Een andere manier, een hele snelle manier, dat het ongeveer 15 tot 20 minuten gaar is. You can have a pan. Kunnen we een pan nemen? Nothing in it. Met niets erin. Heat it, let it get hot. Okay, en laten we de pan warm worden, heet worden. Put that cup of rice in that pot. Dan doen we datzelfde kopje rijst doen we dan in die warme pan. And constantly stir it. En we roeren het dan continu without water. Without nothing in it. Met geen water erbij. It starts to pop open like popcorn. Want dan zal de graan of de rijst die zal dan open gaan net zoals popcorn. The term is dextrinizing the grain. Zo. All that is heating the grain is what it does. Dus eigenlijk dan verhitten we de granen. Uh-huh. And it changes the structure of it. En het verandert de structuur. That it's more simple, easier to zodat digest. Het makkelijker te verteren is. And quick cooking. En sneller te koken. So now you once that grain gets hot. Dus als die graan heet wordt. You have to put hot water, the amount of water you're supposed to use, you put hot water on it, not cold water. Okay. Dan moeten we, als die graan dus heet wordt, moeten we dan die 2,5 kop water, bij dat ene kopje rijst, moeten we dan toevoegen. Warm, heet water moet dat zijn. Uh-huh. Because if you use the cold, it stops the cooking process. Want als we dus dan koud water zouden gebruiken, dan stopt dat dus het kookproces. So we made some here for you to try. This one we hebben hier wat gemaakt voor u, zodat u kunt proberen. Quinoa. How many have heard of quinoa? Quinoa. 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 Okay, dat is een bepaalde soort. So we made some and we dextrinized it. We hebben het dus heated it. We just heated it. Yes, we roasted it so for you to try. Nou, u kunt het proberen. Ja. Yeah, so we'll put it in the back and those that would like to. En iedereen die het wil proberen, het staat straks achter.